als je nou uitrekent hoe wij de gronden hebben, zouden wij nog mest moeten afvoeren. Dus dan zouden we nog meer grond moeten hebben. En grond is schaars. De transitie van de landbouw is niet de transitie van de landbouw. Dat is de transitie van de hele maatschappij en overheid. En dat vergeten ze wel eens. Wij zijn niet biologisch, wij zijn natuurinclusief boeren. En dat betekent eigenlijk dat wij onze dieren zoveel mogelijk in de natuur rondwandelen. Onze droge koeien en pinken. En thuis dat wij kruidenrijk grasland aanleggen en veel grasklaven zaaien. Zodat wij samen met de natuur mooie producten kunnen maken. Maar het is niet biologisch, wij gebruiken nog wat kunstmest. Maar wij doen stap voor stap klaver inzaaien en kruiden inzaaien. Zodat je heel geleidelijk aan eigenlijk gewoon naar biologisch toe werkt. Is dat ook wat je graag wil? Ja. Mijn vrouw komt niet van de boer en die zei altijd, waarom spuiten jullie en waarom gebruiken jullie kunstmest? Nou, en daar zeiden mijn pa en ik altijd van, ja, omdat we dat eigenlijk altijd zo doen. En daar zijn we eens over na gaan denken, maar wat is het niet mooi als het zonder kan. Maar het moet technisch wel kunnen. En we moeten er een boterham mee kunnen verdienen. Het plan van landbouwminister Adema om het aantal bioboeren fors te laten groeien, vindt Tom ambitieus. Ook al komen er financieel gunstige leningen en andere voordelen voor bioboeren, praktisch gezien ziet deze natuurboer nog wat uitdagingen. Als je nou uitrekent hoe wij de gronden hebben, zouden wij nog mest moeten afvoeren. Dus dan zouden we nog meer grond moeten hebben. En grond is schaars. En hoe kom je aan grond? En grond komt nooit een kruimel meer van in Nederland. Of we moeten Nederland groter maken. Maar dat is dus de uitdaging. En grond is duur. En wij hebben 30 hectare grond gekocht in 5 jaar tijd. Nou, dat kost heel veel geld. Bijna 2 miljoen. En dat is bijna niet financierbaar. Dus als er nu nog meer grond bij moet komen, dan kom je met je economische rekenmodel niet uit. Dat doet hij wel, denk ik. Het is niet zo natuurlijk dat alle boeren biologisch moeten gaan worden. Maar we vinden het wel een belangrijke pijler onder de verduurzaming van de landbouw. Daarom willen we er wel volop inzetten. De boeren die vragen ook om steun, om die omschakeling te maken. Kom ik heel veel boeren tegen op bijeenkomsten zoals dit. Die zeggen van ja, Piet, ik wil wel omschakelen. Hoe doe ik dat? Nou, die willen we graag steunen, dus we intensiveren het. Wij gaan natuurlijk aan de slag in die gebieden, met die gebiedsprocessen. Daar zal ook extra grond vrijgespeeld moeten worden voor boeren. Nu is het aan de andere kant zo, dat zo'n 30% van de boeren in Nederland, die willen eigenlijk wel stoppen. Die heeft geen opvolger, of de opvolgers die willen niet. Of ze zijn het gewoon zat, zeggen van nou, het is wel goed geweest, ik ga niet meer investeren, ik stop ermee. Dat geeft ruimte aan de blijvers. Er komt ook een charme-offensief om consumenten bewuster te maken van biologisch voedsel. Strakke afspraken, desnoods via wet verplicht, met supermarkten en toeleveranciers moeten helpen om de vraag naar bioproducten te vergroten. Het kan, wat mij betreft. We zitten nu in een hele moeilijke tijd en ik snap heel veel mensen, als je de eindjes niet aan elkaar kunt knopen, als je echt zorgen hebt over de hoge gasprijzen, als je zorgen hebt over de hoge voedselprijzen, dat je nu zegt van ja, ik kan dat nu even niet kopen, dat snap ik heel best. Maar we gaan hier tot een tijdshorizon van 2030. Dat is nog 8 jaar door. De transitie van de landbouw is niet de transitie van de landbouw. Dat is de transitie van de hele maatschappij en overheid. En dat vergeten ze wel eens. En de markt vraagt er nu niet om? Nee, op dit moment een collega van ons die zei van jullie beuren een hogere melkprijs dan ons biologische. Ja. Dat is wel een gevaar. En een markt creëren is prima, maar een markt forceren is een ramp, denk ik. Dus daar moeten we echt wel serieus naar kijken van nou, wat gaan we dan aan de vraagkant doen om daar ook een drive te krijgen van 4% naar 15%. Is het idealisme of is het realisme? Het kan realisme wezen, maar ik vind het nu nog wel een heel idealistische gedachtegang.